Het is weer zover. De laatste momenten van spanning voordat de lichten uitgaan en iedereen op bocht 1 afstevend. Welke van deze jonge coureurs pakt vandaag de winst? Blijf kijken om erachter te komen. Deze race begint bijna. De coureurs van vandaag moeten de 15 bochten van Paul Ricard trotseren. 6 linkse en 9 rechtse, verdeeld over een circuit van 5,8 kilometer. Het langste deel is de beroemde Mistral, die in twee is gesplitst door de kleurrijke chicane Noord, waar vaak wordt ingehaald. Maar de coureurs moeten ook oppassen, want de felgekleurde strepen bieden niet veel grip en zijn niet goed voor de banden. We zijn aan het wachten op weer een lang verwachte Formule 2 race. Bij mij zit Davide Valsecchi. Davide, als voormalig Grand Prix 2 kampioen kun je ons vast wel vertellen wat er door de hoofden van deze jonge coureurs heen gaat terwijl ze zich opstellen op de grid. Ciao Alex, het was mij een plezier hier te zijn. Er komt een spannende tijd aan, daar is geen twijfel over mogelijk. Mentale kracht is de sleutel om kalm te blijven en om je te concentreren op de aankomende race. Het gaat er hard aan toe tijdens de Formule 2 en alle coureurs weten dat ze het elkaar de hele weg moeilijk moeten maken. In deze sport moet je je zenuwen echt onder controle houden. Dit zijn de startposities van de race van vandaag. Nielsen stelt op in pole position. En het is Antoine Hubert op P2. En op de rest van de grid hebben we Aitken, Schumacher, Jordan King en Correa. Matsushita, Mazepin, Latifi, Nick de Vries, Bogolacci, Alesi, Callum Islet en Deletras. Zhu, Sete Camara, Ragunathan en Sean Galel. Calderon en Ralf Boschoen maakt de grid compleet. Nu de voorbereidingen bijna klaar zijn, kunnen we richting de baan. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going.
Release. Fantastic. You've won the Grand Prix. Vandaag een prachtige prestatie van Uni Virtuosi. Een historische zegen. Dus Davide, hoe hebben zij zichzelf vandaag van de race losgemaakt? Het kwam op één ding aan. Een vast tempo. Net iets sneller dan de rest op de baan. We kunnen het de hele dag wel hebben over de race en de bandenstrategie en wat er allemaal nog meer op de baan is gebeurd, maar uiteindelijk komt het verschil gewoon neer op een hogere snelheid. Een prachtige vaardigheid om te zien. Dit is het, de plek waar iedereen wil staan. Daar komt de top 3 aan, richting het podium, na een fascinerende race. En na deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor het coureursklassement. Nielsen versterkt zijn leiding in het kampioenschap. Eens kijken, Davide van Secchi. Wie vind jij een van de beste? De Vries zijn. Gewoon geweldige, rauwe snelheid. En ook een goede baan in het verkeer. Eens zien hoe het met het teamklassement voorstaat. Uni Virtuosi heeft haar voorsprong bovenaan het klassement versterkt. In de tussentijd zorgt het sterke weekend van Arden ervoor dat ze stijgen. Na al dit drama hoop ik alsnog dat je er de volgende race gewoon weer bij bent. Take care en tot ziens.